سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ما شاء الله geachte kijkers, ik groet jullie in deze geweldige maand met de groet van de islam. En ik zeg ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen om een van zijn zuilen daarin te laten plaatsvinden, is het deze maand, de maand Ramadan. En zoals jullie weten, islam bestaat uit 5 zuilen, zoals in een bekende overlevering van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, waarin hij zei, Buniya al-Islam ala khams. Islam is opgebouwd uit 5 zuilen. De eerste is de shahada, de getuigenis, dat er geen God is behalve God, Allah, en dat Mohammed de boodschapper is van Allah. De tweede is uiteraard de 5 dagelijkse gebeden die wij dienen te verrichten. De derde is het betalen van de zakaat. De vierde, en dat is natuurlijk het onderwerp van vandaag, vasten in de maand Ramadan. En uiteraard de 5e zuil, ja, dat is de pelgrimage naar het huis van Allah, de hajj. Hajju baytillah. De maand Ramadan is een bijzondere maand. Net zoals ik al zei, van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen om daarin een van de zuilen te laten plaatsvinden, is het deze maand. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, O jullie die geloven, vasten is voor jullie verplicht gemaakt, zoals het verplicht is gemaakt aan degene die voor jullie waren gekomen. Ook een andere bijzondere gebeurtenis in deze maand, of wat deze maand echt bijzonder maakt, is dat van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen om zijn Koran in te openbaren, is ook deze maand. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. De maand Ramadan is het waarin de Koran is geopenbaard door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus we zien, de gunsten en de deugden en de voordelen van Ramadan zijn heel veel. Zijn heel veel. En ik zal inshallah proberen in deze korte lezing die ik heb om gunsten uit de Koran op te noemen. Ja, uiteraard, dat is de eerste bron in de islam. En ook gunsten uit de sunna, uit de levenswijze van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat begint met de eerste. Een van de belangrijkste dingen die we kunnen leren in de maand Ramadan, of een van de doelen van de maand Ramadan, en dat is ook per ayah, per Koran, waarin Allah duidelijk zegt wat eigenlijk het doel is van het vasten in de maand Ramadan, is het verkrijgen van taqwa. Het verkrijgen van godsvrucht, godsbewustzijn of godsvrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah die zegt duidelijk, wij moeten vasten, la'allakum tattaqoon, opdat jullie de manzila, de station, of de niveau van taqwa kunnen bereiken tijdens deze maand. En wat is deze taqwa? Wat is de bedoeling van vasten? Vasten heeft als bedoeling dat we taqwa krijgen van voor Allah subhanahu wa ta'ala. En uiteraard, er zijn vele vertalingen voor taqwa, maar
Ik ben een vertaling, die, ik ben een definitie tegengekomen die jullie ook waarschijnlijk ook kennen. Een van de vrome voorgangers werd gevraagd om taqwa te beschrijven. Want als dat het doel is van het vaste, taqwa, wat is dan taqwa? Nou, taqwa, hè, zoals ik al zei, vertalingen die je vaak ziet, is godsvrees, godsbewustzijn. Ja? Weten dat Allah naar jou kijkt, weten dat Allah alles hoort. Ja? Je zodanig gedragen, 24/7 als het ware, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja? Weten en bewust zijnde dat Allah naar jou kijkt. Dat is taqwa, beste kijkers. En een van de mooie definities is bijvoorbeeld, en ik citeer in het Arabisch, At-taqwa huwa an taj'ala baynaka wa bayna 'adaballahi wiqayatan. En dat is natuurlijk ook een van de doelen van Ramadan in deze maand. Dat wij zeg maar een muur optrekken, ja, tegen de 'adab, de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En taqwa betekent dus, ja, om tussen jou en de bestraffing van Allah een soort denkbeeldige muur op te trekken, zodat jij wordt beschermd tegen de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. En taqwa is eigenlijk ook jouw imaan in praktijk. Taqwa is niet alleen maar lipservice, ik vrees Allah subhanahu wa ta'ala, maar taqwa is eigenlijk jouw leven, jouw imaan in de praktijk. En daarom zie je ook een van de mooie definities van de vrome voorgangers voor ons. At-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Taqwa is vrees van de jalil, de almachtige. Wa rida bil-qalil. En met weinig tevreden zijn. En dat is natuurlijk ook toepasselijk in deze maand Ramadan. Ja? Wal-amalu bit-tanzil. Taqwa betekent dat wij ook, zeg maar, volgens de Koran werken, volgens de nederzending, volgens de openbaring werken, ja, wal-isti'dad li-yawmir rahil. En taqwa is dat wij ons klaarmaken, dat we ons voorbereiden voor de dag dat we zullen vertrekken. En dus, taqwa is een heel breed concept. Een heel breed concept. En al die punten die ik heb opgenoemd, zijn allemaal inbegrepen, ja, zijn allemaal inbegrepen in de definitie van taqwa. En dus, als we teruggaan naar de aya, wij dienen te vasten, la'allakum tattaqoon. En subhanallah, beste kijkers, het concept van taqwa komt zoveel keren voor in de Koran. Taqwa, met al zijn afleidingen, yattaqoon, muttaqin, muttaqoon, ittiqa, ja, al de afleidingen van het woordje taqwa, komt meer dan 250 keer voor in de Koran. Ja? Hetgeen duidt op het belang van dit concept. Ja? Op het belang van dit concept. En we zien, taqwa is dus godsvrees. En Allah subhanahu wa ta'ala begint zijn Koran, reeds in de eerste pagina's van de Koran die je openslaat, beschrijft Allah de gelovigen. En weet je wat de eerste karakteristiek is van een gelovige die Allah beschrijft in de Koran? Allah begint bij Surat al-Baqarah, ja, met Alif Lam Mim, Dalika al-Kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Dus de eerste karakteristiek van een gelovige, ja, Allah zegt Alif Lam Mim, dat is het boek waarover er geen enkele twijfel is. En het is een leiding voor de muttaqin, voor degene die taqwa hebben. En nogmaals, hou in je achterhoofd, ja. Taqwa, muttaqin, dat is het doel van het vaste. Dat is het doel van Ramadan. En als je Surat al-Baqarah verder leest, na Alif Lam Mim, Dalika al-Kitabu la rayba fi, en dan, ja, dan beschrijft Allah de gelovigen, dan beschrijft Allah degene die niet in hem geloven, dan beschrijft Allah andere categorieën mensen. En dan komt de eerste gebod. Het eerste gebod in de Koran heeft ook te maken met taqwa. Subhanallah. Dus het doel van jouw leven is Gods bewustzijn. Elke handel, elke wandel, elke stap die je onderneemt is dat je bewust bent van Allah subhanahu wa ta'ala. En dus het eerste gebod, zoals in Surat al-Baqarah, Allah die zegt, o jullie mensen, aanbid jullie Heer. Ja ayuhan nas, i'budu rabbakum. Aanbid jullie Heer, Hij die jullie geschapen heeft, Hij die jullie van alles voorzien heeft, la'allakum tattaqoon. Dus de eerste opmerking over deze maand, mijn beste kijkers, broeders en zusters, is: laten wij proberen deze maand
onze relatie met Allah, onze band met onze schepper, ja, te versterken middels taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. En taqwa heeft nogmaals, natuurlijk ook nog een heleboel andere voordelen. Ja, zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala, degenen die Allah vrezen, Allah zal voor hen altijd een uitweg bieden. Yarzuqhum min haythu la yahtasib. Hij zal ze voorzieningen geven uit een weg, waar ze, uit een hoek waar ze nooit hebben gedacht dat die zou komen. Dus dat is als we kijken naar taqwa. Nou, wat is iets anders wat we nog kunnen leren van de maand Ramadan? Naast dat de maand Ramadan een maand van taqwa is, is de maand Ramadan natuurlijk ook een maand van bescherming. Vasten is een bescherming. Ja? As-sawmu junna, zei de profeet. Vasten is een schild, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nou, hoezo? Vasten is een bescherming. Ja? Vasten beschermt tegen slechte daden. Vasten beschermt tegen zonde. Vasten beschermt tegen immoraliteit. Vasten beschermt tegen stupide gedragingen. Vasten, subhanallah, daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja, wanneer een van jullie aan het vasten is, ja, en dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yawmu sawmi ahadikum, ja, wanneer een van jullie aan het vasten is, laat hij geen yarfuth doen, laat hij geen yafsuk doen, laat hij geen stomme dingen doen, laat hij geen vulgaire dingen doen. En dat zegt de profeet, en wanneer iemand hem provoceert, en je zal zien, vandaag is natuurlijk de eerste dag vasten. Ja, de beproevingen moeten nog beginnen. Je zal zien, ja, dat je zal worden beproefd door degene om je heen. Ook in huiselijke sfeer. Jouw vrouw, jouw man, jouw kinderen, jouw buren, jouw collega's of wie dan ook. Ja, je zal worden beproefd. En dan zegt de profeet sallam, wanneer je dan de boosheid voelt opkomen. Wanneer je bijvoorbeeld, zeg maar, die boosheid voelt opkomen. En dan moet je zeggen, inni sa'im, ik ben aan het vasten. Ik vast. Ja, bijna letterlijk, hè? Je houdt je vast van Allah. Ja? Dus dat is wat we zien. Dus vasten is een bescherming. En uiteraard, dat heeft als doel dat wanneer wij ons zo gedragen, ja, dat wij, zeg maar, onze nafs, onze ego kunnen bedwingen, dat we onze boosheid kunnen bedwingen, dat we onze karakter beteren. Uiteindelijk heeft dat als doel dat we als moslims goede karakter ontwikkelen. Ja? Goede gedrag ontwikkelen. Ja? En dat wij betere mensen zullen worden. Dus dat is wat we zien. Ja? Een andere mooie voordeel van het vasten. Dus het eerste is, ja, ik help jullie herinneren. Eerste voordeel van vasten is taqwa. Godsbewustzijn. Dichter bij Allah. Tweede voordeel is, het is een bescherming, zodat wij ons beter gedragen, zodat wij ook beter moslims zullen worden. Nou, een andere bijzondere deugd, een andere bijzondere deugd of voordeel van de maand Ramadan is, heb ik ook in mijn inleiding reeds aangehaald, Allah, van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen om de Koran daarin te openbaren, is het deze maand. De maand Ramadan. Shahr Ramadan alladhi umzila fihi al-Qur'an. De maand Ramadan is het waarin de Koran is geopenbaard. Met andere woorden, jouw relatie met Allah wordt sterker in deze maand vanwege de taqwa. Maar weet je hoe jij jouw relatie met Allah beter kan versterken? Middels de openbaring die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. En we zien dus, reciteer de Koran deze maand. Versterk jouw band met de Koran deze maand. Ja? Lees de Koran, lees de uitleg, lees de vertaling, lees hem in het Arabisch. En er zijn vele overleveringen van de vrome voorgangers, dat wanneer Ramadan aanbreekt, dat ze geen enkel ander boek gingen lezen behalve de Koran. Geen fiqh, geen hadith. Geen akida, geen wat dan ook. Hè? De enige wat ze gingen lezen is de Koran. En zo zijn er voorbeelden van geleerden die in de maand Ramadan de Koran wel 20 tot 30 keren gingen reciteren en lezen. Subhanallah. En dus focus. Ja, focus tijdens deze maand, beste kijkers, op de Koran. Ja? Focus op de Koran. Subhanallah. Lees het, reciteer het. En overigens, subhanallah,
Koran en Ramadan, Koran en vasten zijn twee beste vrienden van elkaar. Je kan niet praten over de Ramadan en vasten behalve over de Koran. Je kan ook niet praten over de Koran behalve over vasten. Want deze twee zijn vrienden van elkaar. De Koran is het beste vriend van Ramadan en Ramadan is het beste vriend van de Koran. Subhanallah. En er is zelfs een overlevering van de profeet, vrede zij met hem, waarin de profeet vrede zij met hem heeft gezegd, subhanallah, en dat is echt zo'n mooie hadith, vind ik. De profeet die zei, As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyama. Vasten en Koran zullen shafa'a verrichten voor de dienaren op de dag der opstanding. Shafa'a betekent voorspraak. Voorspraak betekent dat je iemand hebt die voor jou een goed woordje zal doen wanneer je ter veroordeling wordt gebracht. Of wanneer je moet verantwoorden, is er iemand die voor jou een goed woordje zal doen. En het beste, die een goed woord voor je kan doen, natuurlijk zijn je eigen daden. En dus, de profeet zegt hier, vasten en Koran zullen voor jou op jouw qiyama, dus je staat voor Allah subhanahu wa ta'ala, nu moet je verantwoorden voor jouw leven, verantwoorden voor jouw daden, en dan zullen de Koran, ja, en het vaste opstaan. Die zullen je als het ware beschermen. Die zullen een goed woordje voor je verrichten. En het begint bij het vasten. Yaqulu siyam, ja, ayya rab, inni mana'tuhu ta'am wash-sharab wash-shahawat bin-nahar, fashfi'ni fi. O mijn Heer, uw dienaar heb ik ervan weerhouden dat hij overdag ging eten en drinken en dat hij zijn verlangens ging nalopen. O Heer, laat mij voor deze lieve dienaar, voor deze dienaar van u, shafa'a doen. MashaAllah. Dus hoe dat zal gebeuren natuurlijk, weet Allah alleen. Ja? Vasten zal een vorm krijgen. Vasten zal zeg maar iets worden dat voor jou voorspraak zal doen. Wa yaqulu al-Qur'an. En de Koran die zal zeggen, en luister goed, subhanallah. Ayya Rab, inni mana'tuhum an-nawma bil-layl. O mijn Heer, ik heb uw dienaar ervan weerhouden dat hij 's nachts ging slapen. En natuurlijk, in de nachten van Ramadan, wat doen wij? In de nachten van Ramadan, ja, reciteren wij de Koran. In de nachten van Ramadan bidden wij Taraweeh. Ja, bidden wij de nachtelijke gebeden na Salatul Isha. In de Taraweeh, ja, passen wij de Koran toe. Ja. En overigens ook, ja, het is zoals het nu is, hè, deze periode waarin wij zijn. De Taraweeh gebeden, dus de Koran, kan je ook, ja, nu de moskeeën dicht zijn, de Koran of de Taraweeh gebeden kan je gewoon thuis doen in jouw gezinssituatie. Papa, mama en de kinderen, mashallah, gewoon in huis de Taraweeh gebeden verrichten. Dat is de kans dus, geachte kijkers, om jouw band met de Koran, middels de Taraweeh gebeden, middels de nachtelijke gebeden, opnieuw met Allah subhanahu wa ta'ala beter te maken. Dus om jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala te versterken. En dus dat is als we kijken naar een ander voordeel van de maand Ramadan. Samenvattend, ne? Een voordeel van Ramadan is de maand Ramadan is de maand van taqwa. Een voordeel van Ramadan, de maand Ramadan is de maand van bescherming. Een ander voordeel van Ramadan, de maand Ramadan is de maand van de Koran. Vernieuw jouw band met de Koran. Want de Koran dat is een huda, is een leiding. De Koran dat is een bushra, dat geeft goed nieuws. Ja? De Koran is een furqan, het maakt onderscheid tussen duister en licht, tussen halal en haram, tussen goed en kwaad. En de Koran, ja, is natuurlijk de furqan. De Koran is ook een shifa. Het is een genezing voor de zieke harten. Het is een genezing voor degenen die op zoek zijn. Het is een genezing voor wiens harten ziek zijn. Dus nogmaals, ja, deze maand is een kans om onze band met de Koran te versterken. Overigens, ja, er gebeuren deze maand dingen die buiten Ramadan ook niet gebeuren, beste kijkers. Subhanallah, en dat is waarom deze maand zo speciaal maakt. Alleen in de maand Ramadan gebeuren deze dingen. En dat zijn dus de mooie deugden van de maand Ramadan. Wat gebeurt er onder andere? Subhanallah, er zijn overleveringen van de profeet sallallahu alaihi wasallam die bevestigen, ja, en de profeet die zegt: Ida dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabul jahannam
Wasufi, dat is shayatin. Wanneer Ramadan aanbreekt, worden de poorten van de Jannah wijd opengegooid. Alleen in de maand Ramadan. Dus per gisteren nacht, ja, per gisteren werden de poorten van de Jannah allemaal wijd opengegooid. Wat betekent dat? De Jannah wordt opengegooid. Ja? Dat betekent, dit is een kans voor jou en mij, ja, om dichterbij de Jannah binnen te komen. Straks maar meer over, inshallah. En de profeet die zegt verder, en de poorten van Jahannam worden allemaal dichtgemaakt, ja, en de opstandige shayateen, ja, die worden vastgeketend door Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk buiten de Ramadan aan, kan je altijd de shaitan de schuld geven van wanneer je hebt gezondigd. Je kan altijd wijzen, de shaitan heeft mij verleid, of de shaitan heeft mij afgeleid of misleid. Het is de schuld van de shaitan geweest, maar in de Ramadan is dat natuurlijk niet het geval. Wanneer je in de Ramadan nog steeds zondigt, nog steeds liegt, nog steeds gedragingen toont die niet acceptabel zijn, dan is het voor jou geen excuus meer om te wijzen naar de shaitaan. Ja? Want de shayateen die zijn vastgeketen door Allahu tabarakahu wa ta'ala. Ja? En dus de enige die je dan kan blamen, de enige die je dan de schuld kan geven, dat ben jezelf. En natuurlijk de nafs. De ego van de mens. Er zijn verschillende soorten nufus. En ja, wat hiermee wordt bedoeld natuurlijk. De nafs al-amara bisu. De nafs die neigt naar kwaad. En dus dit is ook. Ja, middels het openen van de Jannah. Middels het dichtmaken van de hel. Middels het vastketenen van de shayateen. Ja, kan je niemand anders de schuld geven behalve jezelf. Ja. Dus dat is wat we zien. Subhanallah. En dat is dus ook een andere bijzonderheid van de maand Ramadan. Samenvattend, ja, naar elke punt ga ik samenvatten. Wat zijn de voordelen van Ramadan tot nu toe? Eerste is taqwa voor Allah. Godsbewustzijn, jouw relatie met Allah verbeteren. Tweede voordeel van Ramadan is, het is een bescherming, zodat je een beter mens wordt. De derde voordeel van Ramadan is, het is de maand van de Koran. Onthoud dat goed, ja? Het is de maand van de Koran. Verbeter jouw band met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Andere voordelen die ik net heb genoemd is, de maand Ramadan, ja, de hemelen worden, het paradijs wordt opengegooid, de hel wordt dichtgemaakt, ja, en de shayateen worden vastgeketen door Allah subhanahu wa ta'ala. Geachte kijkers, Ramadan, mashallah, is een maand van hoop, een maand van iman. Degenen die hebben wanhoop gedurende de afgelopen 11 maanden. Degenen die nog wanhopig zijn met betrekking tot hun levensstijl. Met betrekking tot hun zonde. Wanhoop niet in de maand van Ramadan. Want, subhanallah, de Ramadan is de maand bij uitstek van hoop. En de profeet die zegt het zo mooi in een authentieke overlevering. De profeet die zei, man sama Ramadana imanan wahtisaba. Degene die vast in de maand Ramadan met iman, met geloof, met overtuiging, wetende dat alleen Allah hem zal belonen, wahtisaben, en hij rekent op de beloning, Allah zal al zijn voorgaande zonden vergeven. Dus hier zien wij, middels deze overlevering, ja, is de, zeg maar, de hoop op vergeving nog groter geworden. De hoop op terugkeer naar Allah nog groter geworden. Dus iman, zeg maar, sorry, Ramadan is een maand van iman en ihtisab. Ja, hopende en wetende en rekenende op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En, subhanallah, dus dat is wat we zien. Hè? En nogmaals, er zijn andere soortgelijke overleveringen van de profeet, waarin de profeet met een ander begin een soortgelijke hadith heeft gezegd. De profeet zegt bijvoorbeeld, man qama ramadana imanan wahtisaba. Degene die de nachten van Ramadan verlevendigt, ja, in taraweeh, in gebeden, in zikr, in opstaan voor Allah subhanahu wa ta'ala, al zijn zonden zullen worden vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat zijn nog meer voordelen van de maand Ramadan. Ja. Nog meer voordelen. Subhanallah. Ja, dat is een heleboel om op te noemen. Nou, er is een mooie overlevering van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin de profeet zei dat in de Jannah, ja, de Jannah zoals we weten, heeft verschillende poorten. Er zijn 8 poorten van Jannah. Ja? Een poort
van jihad, een poort van gehoorzaamheid aan je ouders, een poort van salaat. En er is een poort, die heeft een mooie naam. De profeet die zei, en die naam, dus die poort, heeft een naam die betrekking heeft op vasten. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Voorwaar. Ja? In de jannah is er een poort. Ja, dus nogmaals, is er een poort. En deze poort heet Ar-Rayyan. La yadkhuluna minhu illa sa'imun. Alleen degenen die hebben gevast, mogen door die poort. Natuurlijk, dat is een ikram. Dat Allah 8 poorten heeft in de Jannah. En één van zijn poorten heeft genoemd naar vasten, naar Ramadan. Ja, is natuurlijk ook zeg maar, een grote voordeel. Ja, een grote boodschap van Allah. Dat vasten daadwerkelijk een van de manieren is om de Jannah binnen te treden. Alleen de vastenden mogen daardoor op de dag der opstanding, ja, daardoor lopen. Subhanallah, wat een grote gunst aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar we weten ook, vasten, ja, de maand Ramadan natuurlijk, het is pas de eerste dag Ramadan. Ja, de maand Ramadan brengt ook vreugde met zich mee. En de profeet die zegt ook letterlijk, subhanallah, die profeet die zei over degene die vast. Ja, als je vast krijgt, ken je enkele blijdschappen. Natuurlijk, ja, je hebt trek, ja, je keel is droog, ja, je maag knort. Ja, en je verlangt naar eten, je verlangt naar drinken. En nogmaals, ja, en dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, maar goed nieuws voor de vastende. Ne? Een vastende kent 2 momenten van blijdschap. Subhanallah, 2 momenten. 1 moment van blijdschap hier in deze dunya, in deze wereld, terwijl we aan het vasten zijn. En een ander moment in de akhira, in het hiernamaals. En de profeet die zei, lissa'imi farhatani. Een vastende kent 2 blije momenten. Ja, vandaag gaan we dat ervaren, inshallah, voor degenen onder ons die hebben gevast. Ken je dat? Je hebt de hele dag gevast, ja, en de tijd tot de iftar nadert, de tijd tot het breken van het vaste nadert, en je zit daar, mashallah, met jouw gezin, met je familie, en het eten wordt opgediend, en je ruikt het eten, en je kijkt naar die smoothie, of je kijkt naar die sap, of je kijkt naar het water, en je verlangt ernaar. En dan zegt de profeet, sallam, de sa'imi farhatani. Een vastende kent 2 blije momenten. Het moment dat je je eerste slok mag nemen, mashallah. Het moment dat je de eerste, mashallah, iets naar binnen mag eten, mashallah. Wat een blije moment. Hier heb ik ook op gewacht. Wat een blije ervaring die je dan hebt op dat moment. En dan zegt de profeet, sallam, een vastende zal ook blij zijn op jouw al-qiyamah. Wanneer hij Allah heeft ontmoet. Of wanneer hij Allah subhanahu wa ta'ala zal ontmoeten. Dan zal je blij zijn, beste kijkers, dat je hebt gevast voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dan fitr wa inda liqa'i rabbihi. Ja? En overigens, ook natuurlijk ook een meegevertje. Ja? Dat wanneer we straks onze vasten gaan breken. Ja? Dat voordat dat blije moment aanbreekt. Zeg maar. Ook een advies aan de moeders met name, ja? Ook een advies aan degene die, natuurlijk, het zijn de moeders die tijdens deze maand het hardst werken, subhanallah, hele dag zitten ze in de keuken, hele dag maken ze die harira of die soep of die eten, mashallah, hele dag zijn ze bezig met koken omdat ze, mashallah, voor het gezin eten maken. Beste moeder, beste zuster, dat is een vorm van jihad, mashallah, ja? Weet dat wanneer je eten klaarmaakt voor de gezinsleden, mashallah, dat je van elk van hen de ajr zal krijgen. Want jij maakt eten voor hen. En de profeet die zei, degene die een vastende te eten geeft, degene die een vastende zeg maar te eten geeft, ja, jij krijgt de beloning van elk van hen. Subhanallah. En natuurlijk, daar wil ik ook een advies geven. Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor de iftar klaar bent. Alles op tafel, alles gereed, alles warm. En trek 10 minuten uit voor Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? De profeet die zei in een authentieke overlevering, tussen Allah en het vastende
is er op het moment van de iftar dat je dua doet bij Allah subhanahu wa ta'ala geen gordijn. Er is een rechtstreekse lijn tussen jou en Allah momenten voordat je het vasten verbreekt. Dus nogmaals, ja, zit op dat moment. Ga de Koran reciteren. Doe de dua voor Allah subhanahu wa ta'ala. En want dat zijn momenten waarbij, subhanallah, waarom is het zo? Waarom zijn die momenten meest waardevol? Op dat moment ben je hongerig. Op dat moment ben je dorstig. Op dat moment verlang je dat het eindigt. Op dat moment is je hart het meest open. En dus zo'n hart die Allah aanroept terwijl je honger hebt en dorst hebt en gebroken bent en kapot bent en moe bent. Zo'n hart heeft de meeste kans om verhoord te worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En dus neem deze momenten om dua te doen voor Allah subhanahu wa ta'ala vlak voor de iftar. En we weten, de profeet die zegt ook, heb je de dua, het verbreken van het vaste. وَبْتَلَّتِ الْعُرُوكُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَهَبَ الضَّمْءُ. De dorst is gelest. De aderen zijn gevuld. Ja, dat is het gevoel toch wanneer je een slokje neemt. Subhanallah. Het lijkt alsof het sap niet naar je maag gaat. Maar het lijkt alsof het sap direct naar je aderen gaat. Subhanallah. Wat een blij moment. Ja? وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. En de beloning wordt bevestigd door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat is wat we zien. Ja? Nogmaals. En ja, vele voordelen van de maand Ramadan. Ik kan ze niet meer optellen wat ik tot nu toe heb genoemd. Maar de deugden van Ramadan, ja, zijn heel veel. Wat zijn nog andere dingen die we kunnen vertellen over de voordelen van Ramadan? De eerste dagen zullen we dat nog niet merken. Maar naarmate Ramadan vordert, zul je merken, omdat je maag leeg is, omdat je de hele dag niet hebt gegeten, dat er een soort geur uit je mond komt. Voor mensen is dat een onaangename geur. En de profeet zei over deze geur, subhanallah, de geur die komt uit de mond van een vastende, ja, de rih, ja, die komt uit de fam van een sa'im, atyabu indallahi min rihil misk, is mooier en beter bij Allah dan de geur van musk. Musk. Ja, zoals we dat kennen, mashallah, een van de lekkerste geuren die je maar kan ruiken. Een van de beste parfums die je kan krijgen of kan kopen is musk. Waarom is die geur beter dan musk? Dat is de geur, beste kijkers, die voortkomt uit ibadah. Dat is de geur die voortkomt uit taqwa. Dat is de geur die voortkomt uit gehoorzaamheid aan Allah. Hoe kan Allah dan de geur die voortkomt uit gehoorzaamheid, niet beter vinden dan de geur van musk? Met andere woorden, ja. Dus, met andere woorden, ja, dat is een geur die geliefd is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat is wat we zien, mashallah, ja. Een andere bijkomstigheid van de maand Ramadan, ja. Dat de onaangename geur die voortkomt uit de mond, mashallah, een geur die beter is dan musk is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wat zijn nog meer de dingen die we kunnen leren uit Ramadan? Het zijn nog meer de voordelen, mashallah. Aan de voordelen van de maand Ramadan is goed nieuws. Goed nieuws voor degenen die hebben gevast. Ja? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt over de maand Ramadan. De maand Ramadan is natuurlijk bushra. De maand Ramadan is de maand van hoop en iman bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet die zei aan het begin van Ramadan, ja, wanneer Ramadan aanbrak, ja, dan is er een roeper die zegt, ja baril khair, o degene die het goede wil. Akbil, kom. Kom naar Allah. Kom naar het goede. Ja, dit is het moment om goede daden te verrichten. En één ding moeten wij begrijpen, beste broers en beste zusters. Eén ding moeten wij begrijpen. Jouw relatie en mijn relatie met Allah moeten begrijpen. Dat de eerste stap moet van jou komen. Ja? Wil jij dichterbij komen bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan moet de eerste stap van jou komen. En daarom zegt de profeet hier, ja baghil khairi, ja, o degene die khair wil, o degene die het goede wil, akbil, sta op voor Allah, neem de stap en ga de goede daden verrichten in deze maand,
van de maand Ramadan. En de profeet zegt ook, ja, als we terugkijken naar de vorige Ramadan en deze Ramadan. En de profeet die zei, Ramadan in Ramadan. Ja, van Ramadan tot Ramadan. Ja, de vasten die we vasten hebben gevast van vorige en dit jaar. De tijd die daartussen is gekomen. Ja, de dingen die we hebben gedaan. Ja, de fouten die we hebben gemaakt. De zonden die we hebben begaan. Middels deze Ramadan worden de zonden vanaf de vorige Ramadan tot deze Ramadan vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Wat een kansen van de maand Ramadan. Wat een voordelen die we uit de maand Ramadan allemaal kunnen halen. Te veel om op te noemen. Subhanallah. En daarom, de profeet zegt ook, ja, dat de beloning voor het vasten in de maand Ramadan een bijzondere beloning is. Er is een ayah in de Koran waarin Allah zegt, ja, dat wanneer je sadaqa doet op de weg van Allah, wanneer je liefdadigheid doet op de weg van Allah, dat Allah dat voor jou kan vermenigvuldigen met 10 maal, of 70 maal, of 700 maal. Ja? Allah geeft daar een parabel van, een voorbeeld van in de Koran. Ja? Degene die op de weg van Allah yunfiq uitgeeft, ja? Allah zal het voor hen vermeerderen tot 10 maal, tot 700 maal, en tot wat Allah subhanahu wa ta'ala wil. En we weten bijvoorbeeld, sommige beloningen zijn van tevoren al door Allah vastgelegd hoeveel je dat zal krijgen. Ja? Voorbeeld het gebed. Degene die het gebed doet in jama'a, dat gaat natuurlijk niet in deze periode. Ja? Zijn beloning is 27 maal, ja, 27 maal, dus de term 27 maal, dan wanneer hij alleen zou bidden. Ja? Dan wanneer hij alleen zou bidden. Maar dat gaat niet voor het vasten. De profeet die zei in de hadith Qudsi, dat Allah heeft gezegd, kullu amal ibn Adam lahu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Alle daden van de kinderen van Adam zijn voor hem. Salat is voor jou, zakat is voor jou, hajj is voor jou, sadaqa is voor jou. Subhanallah, Allah die zegt, kullu amal ibn Adam lahu illa sawm, behalve vasten, fa innahu li. Vasten is voor mij, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. I'll take care of that. Ik zal ervoor zorgen. Zo van, de beloning voor het vasten heb ik niet vastgebonden aan een getal. Niet 10, niet 20, niet 700, niet 27. De beloning is bij Allah. Hetgeen betekent dat het onvoorstelbaar is hoeveel de beloning is voor het vasten. Waarom is het vasten zo bijzonder? Van alle ibadas die we kennen in islam, van alle gebeden, ja, van alle vormen van aanbiddingen die we kennen in islam, is vasten het meest bijzondere. Waarom? De enige die weet die vast, dat ben jij en Allah subhanahu wa ta'ala. Alle andere daden die we doen, ja, mensen kunnen dat zien. Natuurlijk, we gaan altijd uit van het goede van mensen. Wanneer je iemand ziet bidden, is hij altijd oprecht. Wanneer iemand sadaqa geeft, gaan we altijd van de oprechtheid. Die wil niemand anders behagen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar eerlijk is eerlijk, ja, eerlijk is eerlijk. Zulke daden die door mensen gezien kunnen worden, kan zo nu en dan een risico hebben dat je het doet voor de show. Dat je het doet om hypocrisie. Nou, de wilay min dadik. Maar over het algemeen gaan we uit van het goede. Maar bij vasten is dat niet het geval. Iemand met een volle maag die de hele dag heeft gegeten, kan aan het einde van de dag ook nog steeds zeggen dat ik heb gevast. Iemand die de hele dag niet heeft gegeten, kan aan het eind van de dag zeggen dat hij ook heeft gevast. Met andere woorden, wat ik hiermee wil zeggen is, ja, de enige die weet, die werkelijk heeft gevast, dat ben jij en Allah subhanahu wa ta'ala. Er is geen ria in vasten. Ja? Er is geen hypocrisie in vasten. Subhanallah, dat is het bijzondere van deze maand, Ramadan. Ja, waarin wij mogen vasten voor Allah subhanahu wa ta'ala. En ook we zien een andere bijzonderheid van de maand Ramadan. Ja, dat zien we ook bijvoorbeeld in verhalen van de Salaf al-Saleh van vroeger. Wanneer de maand Ramadan aanbrak, was dit ook hun kans om extra sadaqa te verrichten. Alhamdulillah of subhanallah. Ja, we hebben een heleboel vrijdagen niet in de moskeeën kunnen verrichten. Ja. We konden vroeger in de moskeeën, mashallah, nog sadaqa verzamelen. Maar ik zie, alhamdulillah, goede initiatieven online. Geef sadaqa tijdens de maand Ramadan. De ulama's, ja, onder de vrome voorgangers van vroeger, die wachten speciaal de maand Ramadan af om
extra veel meer sadaqa te verrichten in de, op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Geef een arme te eten, ja, via zo'n online schenking. Geef een behoeftige te eten via zo'n online schenking, mashallah. Er zijn tegenwoordig, mashallah, vele initiatieven. Gebruik de maand Ramadan daarvoor, ja, om goede daden te verrichten. En we zien ook, subhanallah, ik heb het net ook eigenlijk al aangehaald. De maand Ramadan is bij uitstek de maand om meer dua te doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Want in de maand Ramadan worden jouw dua's meer verhoord door Allah subhanahu wa ta'ala. De kans op acceptatie van jouw dua is groter. Met name tijdens de iftar. Vlak voor de iftar. Want tussen jou en Allah is er geen hijab. Overigens, niet alleen maar tijdens de iftar. Wisten jullie ook dat tijdens de suhoor, de ochtendmaaltijd, ja, voordat je zeg maar gaat beginnen met vasten, de ochtendmaal die wij nemen, tijden daarvoor is er tijd om Koran te reciteren. Dat zijn de laatste derde deel van de nacht, subhanallah. Ja, ook om snel een paar rak'as te verrichten, de qiyamul layl, mashallah. Ook om snel een dua te verrichten. Dus wanneer je 's ochtends wakker wordt, focus niet alleen maar op het eten. Ja, er is een beetje tijd, ja, en terwijl het eten wordt gemaakt of klaargemaakt, dat is het moment, de laatste derde deel van de nacht. Ja, vele mensen zijn in dromenland op dat moment. Vele mensen slapen op dat moment en jij wordt wakker voor Allah. Dus zowel de iftar is een moment om te grijpen, om Allah te aanbidden, om dua te doen. En ook de suhoor, de momenten, ja, die daar overblijven, vlak voor suhoor, zijn ook momenten om gebruik van te maken om dua te doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk, een ander voordeel van de maand Ramadan, een andere deugd van de maand Ramadan. Ja? Ik heb het daarnet ook al gezegd, hè? De profeet die zei, man sama Ramadana, degene die Ramadan vast in iman en hopen en rekenen op de beloning, zal worden vergeven door Allah. Die hadith geldt voor overdag van Ramadan. Want vasten doen wij overdag. Er is een andere overlevering, ook een authentieke overlevering van de profeet. De profeet die zei, man, qama Ramadan, qiyamul layl wordt hiermee bedoeld. Dus misschien heb je overdag niet goed gevast. Misschien was je in de verleiding om iets te doen wat eigenlijk niet mag. Dan kan je dat goed maken in de nachten, mashallah. Hoe kan je dat goed maken? Middels qiyam. Middels zeg maar de nachtelijke gebeden. Dus straks, inshallah, als jullie salatul isha hebben verricht, mashallah, ja, dan gaan we natuurlijk beginnen met de salatul tarawih. Dat kan natuurlijk ook in gezinsverband worden gedaan. Ja, in gezinsverband worden gedaan. Dus dat is ook waarin de profeet zei, man qama ramadana, ja, degene die de nachten van Ramadan opstaat, in qiyamul layl, in tarawih, ja, Allah zal zijn zonden vergeven. Hè? Allah zal zijn zonden vergeven. Subhanallah. Dat zijn, mashallah, de deugden van Ramadan. Er zijn nog een heleboel deugden die we kunnen opnoemen. We weten ook, subhanallah, van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen, subhanallah, om in, zeg maar, om een belangrijke nacht in te laten plaatsvinden, ja, is de Laylatul Qadr, is de maand Ramadan, sorry. Ja? Dus nogmaals, sorry. Van alle maanden in het jaar die Allah heeft gekozen om een belangrijke nacht in te laten plaatsvinden, dat is natuurlijk de maand, de Laylatul Qadr nacht, ja? Is ook in de maand Ramadan. Dat is een aparte lezing op zich, ja? Maar dit betekent dus ook hoe belangrijk Ramadan is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Voorwaar, we hebben de Koran geopenbaard in de nacht van de qadr. Ja, in de nacht van de kracht. In de nacht van de lotsbestemming. Er gebeurt veel in die nacht. Daar zullen we inshallah ook een aparte lezing voor geven. Wat zijn de deugden van de laylatul qadr? Maar de bedoeling van deze lezing is om aan te geven, wat zijn de deugden van de maand Ramadan? Een van de deugden van de maand Ramadan is natuurlijk de laylatul qadr. En overigens, de profeet zegt ook over Laylatul Qadr, wat lijkt op de vorige hadith, man qama Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu. Degene die Laylatul Qadr opstaat, ja, in iman, in hoop en rekenende op de beloning van Allah, Allah zal aan zijn zonden vergeven. Ja, Allah zal aan zijn zonden vergeven. En de maand Ramadan is ook natuurlijk ook een maand van liefdadigheid. Ja. De profeet
van de profeet is opgemerkt door de metgezellen. De metgezellen hebben gezegd, subhanallah, dat is ook heel mooi. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. De profeet was de meest vrijgevige van alle mensen in de maand Ramadan. Van alle mensen was de profeet de meest vrijgevige, ne? Ajwadun nas, maar in de maand Ramadan was hij de meest vrijgevige van allemaal, zeiden de metgezellen van de profeet. Vrijgevig in de zin van gastvrij, vrijgevig in de zin van goed gedrag, vrijgevig in de zin van het geven van sadaqa, vrijgevig in de zin van goed zijn tegenover je medemensen. En dat is dus wat wij zien, mashallah, over de deugden van Ramadan. Beste kijkers, ja, we komen langzamerhand aan het einde van deze lezing, ja, aan deze lezing. Ik wil toch een korte samenvatting maken over wat ik heb behandeld over deze lezing. Wat hebben we tot nu toe behandeld? Wat is eigenlijk het doel van deze lezing geweest? Het doel van deze lezing is geweest om jou, beste kijker, een besef te geven van de waarde van deze maand. Subhanallah, deze maand heeft zo'n grote waarde. En ik heb de deugden opgenoemd, zodat jij als kijker en ik als spreker, als het ware, aangemoedigd wordt om het beste van Ramadan te maken. Om het uiterste van Ramadan te maken. Ik heb volgens mij 10 tot 12 deugden van de maand Ramadan genoemd. En ik herhaal, de maand Ramadan is een maand van taqwa, om jouw relatie met Allah te versterken. De maand Ramadan is een bescherming, zodat je een betere mens wordt. De maand Ramadan is de maand van de Koran, om jouw band met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala te versterken. De maand Ramadan is de maand waarin de hemelen worden geopend, en waarin de hel wordt gesloten, en waarin de shayatin worden vastgeketend. De maand Ramadan is een maand van imaan en hoop en vergeving. De maand Ramadan, ja, subhanallah, er is een deur in de Jannah, ja, bij de Jannah, die heet Ar-Rayyan. Dat heeft te maken met het vasten in de maand Ramadan. De maand Ramadan is een maand van blijdschap. Blijdschap tijdens de iftar straks en blijdschap wanneer je Allah zal ontmoeten dat je hebt gevast, mashallah. We zien ook, ja, een andere deugd die ik heb opgenoemd is, de geur die komt uit de mond van de vastende is beter bij Allah dan de geur van musk. En we zien, Allah subhanahu wa ta'ala zal je constant blijven belonen wanneer je blijft vasten voor Allah subhanahu wa ta'ala. En we hebben gezegd ook, de beloning voor het vasten in de maand Ramadan is onbeschrijfelijk. Die beloning is alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, heb ik ook gezegd, ja, zal voor jou pleiten, shafa'a doen, voorspraak doen bij Allah. Koran zal voor jou pleiten en voorspraak doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk, de maand Ramadan is ook een maand waar een nacht in voorkomt die beter is dan 1000 maanden. Ja? Later dan daarover, inshallah. En ik wil besluiten met Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم and for straks vergeet mij niet in jullie dua tijdens jullie iftar inshallah. Ik zal ook dua voor jullie doen inshallah en maak gebruik van deze momenten. Ja, ik stop nu ook expres zodat jullie inshallah eventjes nu kunnen focussen op jullie iftar en deze laatste momenten gebruiken inshallah om dua te doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum, barakallahu lakum, ja, wa jazakallahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.